This weekend was the International Surf Day Festival, which was also celebrated here in the Netherlands at Fast in Scheveningen, with a stop of the Oxbow Totally Bananas Tour, a two-day waterman experience which included a free surf clinic, demos, the premiere of the Oxbow Waterman Experience movie, and the barbecue, not forgetting the band performances. The finals of the Waterman Experience were held on Sunday, where we had a chance to speak to the winner, who is also a regular visitor at FAS. Well, gefeliciteerd. Dankjewel. Ken je FAS al voordat je hier... Ik weet niet waar je vandaan komt? Ik kom uit Scheveningen. Oké, dus je kent FAS natuurlijk wel. Je bent hier FAS al vaak. Ik kom hier iedere dag. Ja, oké, mooi. Kan je wat vertellen over de wedstrijd? Wie deed er allemaal mee? Gisteren had ik mijn voorronde. Dan moest ik tegen twee andere jongens. Eén uit Scheveningen en één uit Dordwijk. En daar heb ik op een halve punt heb ik gewonnen daar. Een halve punt verschil, dat is redelijk weinig. Ja. Toen had ik vanochtend de finale. Okay. Ook tegen andere jongen uit Noordwijk. We also spoke with a few international pro riders and Dutch pro riders who were present at FAS for the first time and were quite impressed with the atmosphere of the Surfers Village. We're here at FAS and it's my first time here. It was a really cool place actually to come down here and meet everyone in the compound and close to the beach. It's a pretty cool scene. I especially like up here inside. It's super cool, you know, get drinks and relax. So hopefully tomorrow's going to be better though, because today was pretty cold and miserable. But hopefully I'll be doing some windsurfing or some SUP tomorrow. Here at FAS and this place is awesome. Everybody is out in the water having fun, it seems like, all day, and everyone comes back and it's a nice little community. We got the Dukes playing in a little bit. Should be really good. Ik ben hier voor het eerst. Het is echt een heel leuk opgezet. Zo. Echt surfstyle. Ja, het is echt leuk dat het nog kan. Ook in een grote stad. Zeg maar. Het is wel heel leuk en zo aan zee. Dat is wel echt. Ja. Ja, ik ken die leuk concept. Ja, is cool. Ik had er via Oxbow van gehoord. Okay. Dat is super. Maar voor de rest, de hele setup was me niet bekend. Nee. Ja, ik ben hier nog nooit geweest. Ik heb wel heel veel verhalen ook gehoord, ook over het containerdorp en zo. Dus ik was echt al heel benieuwd hoe het er nou uitzag. Want, ja, je gaat van allerlei dingen ga je natuurlijk voor je zien. Maar het is echt hartstikke leuk. Het is super gezellig. Ook heerlijk, al die verschillende stijlen en dingen bij elkaar. Ja, echt super leuk. Ze hebben wel een beetje de surf feeling kunnen vastleggen. Ja, enorm. En het is gewoon leuk, want het zit natuurlijk zo dicht bij het water. En natuurlijk omdat het allemaal surfers en mensen met dat gevoel, met dat, die levensstijl zijn, ja, dan voel je de sfeer. Als je binnenkomt, voel je dat gelijk. Ja. That was it for this update from the Fast Free Media Container here at Scheveningen in the Netherlands. Thanks a lot for your time and be sure to check out our other videos and blogs.